Welkom bij een nieuwe aflevering van de Classic Gramophoon. Vorige keer heb ik dit gemaakt. Voorzichtig. En er moet nou zo'n dingetje op. Dat doe ik zo. Dan heb je nog een hulpmiddeltje. En die moet dan. Moet dan gelijk zijn met die. Moet een beetje los zitten, denk ik. Ietsje. Nou komt het. E9. Een kogeltje komt hierop. Een ringetje G17 komt hierop. Een O-ring komt hier overheen. Ja. Dan komt die er tussen. En die. En bovenop. En wordt vastgezet met twee schroefjes. Nou komt het een veertje en een schroefje. Komt hierin. Schroefje. Het veertje erin. Hup. Die andere hetzelfde. 1-9. Dingetje. Ringetje. O-ringetje. Die daar. Schroefje. Ja. Nog een schroefje.
vouwen. Veertje. Ja. En nu komt dit ding. Die houden we zo. En dan hier schroef je erin. Even kijken hoor. Hoe schroef je daar nou nog niet? Doe ik het goed aan de onderkant? Ja. Ik denk dat hij er helemaal doorheen moet. Hier een veertje over en hier het andere veertje. Ja. Volgende. Die ding. Twee van die staafjes. En twee ringetjes. Staafje. Met twee schroefjes. Die. Ja. Dat zit niet erg vast. Nee. Nee. Nog geen schroefje in. Staafjes in. Kan wel zeggen. Ja. En waarschijnlijk moeten dan aan de onderkant ook weer twee van die dingen om het tegen te houden. Hup. Ja.
En dan. Moeten we zo'n. Zo'n ding hebben. Welke is dat dan? P31. Die had ik nog niet uitgezocht. 31 is 55 mm doorsnee. Ik denk dat dat te klein is. Die niet. Wat heb ik hier dan? Ik heb nog een zwarte. Eenmaal heb ik die wel. Ik denk dat het deze is, maar dat weet ik niet zeker. Het staat er. Black or red. Ik denk dat het zwart is. Zo niet, dan heb ik pech. Even kijken. Die moet dan hier. Oh nee, de eerste wat anders doen. Even kijken hè. Hier heb ik gewoon wat. Eerst P16. Een beetje schuren. Die komt hierop. En dan komt die grote ring. Zit dan ook niet stevig. Zo. Dan komt de P14. Op die wijze. Wil het goede raakje doen. Oh, die komt daarin. Oh ja. Eerst die mij. Die ring komt hier over dat schijfje heen. En dan de laatste. Dat is deze. P15. In het goede gaatje, zeg ik. Nee, dat zit ook niet vast. Nee. Okay. Ja. Ja. Ja, maar goed, dit is de volgende stap. Nou, dan moeten er twee schroefjes in. Ik kan zeggen, dat blijft toch niet zo slap zitten. Hier, schroefje. Ja. Hm?
Nou ja. Dit was het dan. Stap 3. Dan ga ik aan. Stap 4 beginnen. Dan ga ik even bij elkaar zoeken. Is dat een grote stap? Kunnen we niet in één video doen? Ja, denk het wel. Tot zo. Ja. Stap 4. Pak het tanddeel wat ik al ingevet heb. H8. Dan komen die dingetjes in. Dan komt 26. Dan 13, A13. A26. En E. Oh nee, E26 en E28. Die wordt dan vastgezet met 3 schroefjes. Soort gleufje in, zeg maar. Maar dan zo'n tandwiel of riempje opkomt. Pakken we dit ding. En het riempje. Even kijken hoor. Die komt dan zo. Zo eroverheen. Hieronder. Pakken we de ding erbij. Even kijken hoe die moet. Ja. Dan komt eerst A1. Had die al? Ja, die had ik. Die komt dan hier overheen. Zoop. Dan komt die daarin. En die komt in het gaatje. Ja. Zo. Even opzij. Dan hebben we die dingen. A33 is deze. Zag geen nummer op. Maakt niet zo uit als maar. Even kijken hoor. Zo. Is er nog een
Nee. Die komt zo. En dan hebben we die hele kleine mini dingetjes. Die komt dan hier in. Kijken. Eerst maar doorheen stoppen. En die komt dan hier. Zo. En met die hetzelfde, die kleine dingetjes. Prielwerk. En dan. Ja. Dat was het ding. Even een staafje. Twee van die dingetjes. Even kijken. Erin. Ik weet niet hoe ver. Een beetje verder. Nee. Die komt dan hierin. Hier is een gaatje. Hier. Kijken welke ik ietsje. Ja. En aan de achterkant komt er ook zo. Om dat rolletje tegen te houden, denk ik. Nou, dat was het voor deze. Oh, wacht even, dan moeten we die deze erin gaan zetten. Zo. Toch? Denk ik. Een beetje lager, denk ik. Zo is goed. En die komt dan aan deze kant. Hier neer.
zie je wel dat ik fout heb gedaan. Die moet zo. Zo moet ik hem. Ja, zie je wel. Dat was veel beter. Goed kijken op de tekening, dan lukt het wel. Kijken of we die ook nog kunnen doen. Ja, dat lukt wel. Ja. Dat is deze. En die komt. Voor alles. Dat zie je. Daar zit een raakje, daar zit een raakje, daar zit een raakje. Nou, dat was niet zo moeilijk, hè, maar deze. Dan komt deze, even kijken, hier bovenop. Hier door het asje heen. En hier. Ja. Dan komt deze. Zeg ik het goed? Ja. Zo'n speciaal. Nee. Nou. Moeten we hier aan draaien. Wel die kant heen. Dan draai je die zit schroefdraad in. Dit zijn schroeven. Door het draaien gaan die asjes draaien. En schroeven. Dan komen de asjes er doorheen. Kijken tot hoe ver moet hij gaan. Er staat ook aangegeven, geloof ik. Dan moet hij maar naar beneden. Liefkap hier, een heel klein stukje. Nog een klein stukje. Zo is het wel, denk ik. Hoop ik. Zo niet, kan ik hem altijd nog verder draaien. Dan. Dat gehad, dan komt die en dan stop ik met de video. Kijken, die en die, dan komt dit. Oh, oh jee, als dat maar goed gaat. Ja, een lagertje en die komt dan. Zo, hier doorheen.
hier overheen, denk ik. De asjes er doorheen. En niet verder. Die moet daar helemaal niet in. Lijkt me stug. Dat was zo doorheen moeten. Ja, wat er. Ja. Hup. Is die er weer afgevallen? Ja. Nou, dat was het. Volgende keer. Volgende video. Dingen, stap 5. Even kijken of dat ingewikkeld is. Nee. Stap 6. Wat is stap 6? Succes misschien. Nou, ik zie wel hoeveel dat komt. Zo ziet hij eruit. Alles draait nog. Nou, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.